Goedenavond, beste webinarvolgers. Hier weer een webinar van het COM. Dit keer gegeven door Irfan Abbas. Een zeer bekende spreker in het buitenland inmiddels. Hij werkt sinds 2012 met Megagen. Is afgestudeerd in 2008. Heeft een opleiding gevolgd in Nijmegen als postacademisch restauratief tandarts. Irfan is mede-redacteur bij het TP en schrijft ook voor TP, zoals jullie waarschijnlijk wel hebben kunnen zien. En hij heeft een eigen praktijk onder de naam van Abbas in Bussum. Ik ken Irfan van een aantal lezingen en cursussen. En ik weet zeker dat jullie een zeer interessante avond zullen krijgen, een zeer interessant half uur. Dan wilde ik nu het woord geven aan Irfan. Irfan, ga je gang. Goedenavond allemaal. Hans, dank je wel voor jouw prettige introductie. Goedenavond allemaal bij deze webinar van de keurmerk Onafhankelijke Mondzorg. Mijn naam is Irfan Abbas en ik zal een lezing van ongeveer 3 kwartier tot 60 minuten gaan verzorgen. Met name over botregeneratie rondom implantaten. Ik wil Hans Beekmans en Noortjan Yilmaz bedanken voor deze gelegenheid om jullie een webinar voor het COM te verzorgen. Eerst een korte introductie over mezelf, als die doet. Ja, daar gaat hij volgens mij. Ik ben zelf 2008 afgestudeerd in ACTA Amsterdam. En na 2 jaar als algemeen practicus gewerkt hebben, dacht ik, er moet meer in de tanden kunnen zitten dan het werk wat ik op dat moment deed. Zodoende ben ik met een 4-jarige postacademische opleiding gestart aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En sindsdien ben ik afgestudeerd en geregistreerd tandarts-prostodontist voor de NVWRT en de EPA. In mijn vrije tijd schrijf ik ook nog wat artikelen voor het tijdschrift Tandarts Praktijk. En ben ik ook redacteur voor hetzelfde tijdschrift. En ben ik heel erg actief in de orale implantologie voor Minnek Internationaal. En daarnaast heb ik een eigen privépraktijk in Midden-Bussum. Genaamd tandarts Abbas. Die hebben onlangs net gebouwd, dus daar vind ik het leuk om de mooie en tandkunde uit te voeren waar ik per patiënt het liefst zoveel mogelijk tijd aan wil besteden. De artikelen die ik schrijf is natuurlijk over de casuïstiek die ik in de eigen praktijk uitvoer. Dit zijn een aantal artikelen die ik de afgelopen jaren heb geschreven, waar ik heel blij mee ben. Daarnaast doe ik veel internationale lezingen, met name voor Megagen is een groot internationaal implantaatmerk gevestigd van huis uit van oudsher in Korea. En gezien de lijst ben ik veel in het buitenland. Op dit moment heb ik Willemstad net achter de rug. Een paar weken terug en is de volgende bestemming Daegu. Dus naast het maken van lezingen, het maken van cases en het geven van het schrijven van artikelen vind ik het erg leuk om deze lezingen te verzorgen en onder andere ook deze webinar, dat overigens mijn tweede webinar is. Ik had de eer ook om afgelopen maart en april 3-daagse cursus te verzorgen voor Vietnamese implantologen in Vietnam. In Ho Chi Minh City en in Hanoi was ik daar 3 dagen lang te spreken om hands-on cursus te geven en met name veel te spreken over de orale implantologie. En vandaag gaan we het een beetje hierover hebben. Oh, dit is een laatst verschenen artikel van mij in Tandartspraktijk, met name over de sinusbodemelevatie. Hoe maken we een laterale opening en hoe plaatsen we dan tegelijkertijd indien mogelijk direct de implantaten. En deze cases zal ik in deze lezing nog nader met u doornemen.
Ik ben ook key opinion leader. Dat is een mooi woord voor ja, een soort klinicus die een adviserende rol heeft bij bedrijven. Onder andere ook voor het botbedrijf van Osteobiel in Italië. In een nieuwe brochure mocht ik daarvoor ook een case aanleveren. En hoe maak ik dan al deze cases? Nou, ik denk dat degene die de lezing af en toe geven bij onder andere het COM met de webinars of lezingen op andere podia. Het draait natuurlijk allemaal om de fotografie. Zelf doe ik dat met een oudere camera, Nikon D90. Waarom een D90? Die is wat lichter in de hand. Kun je goed rondom de patiënt mee. Kan ik fotograferen met één hand. En fotografie is iets wat ik vind dat voorbehouden is aan de tandarts. Ik kan niet voorstellen dat een assistent zo ver opgeleid is dat zij goede, nette foto's kan maken. Dus het is altijd, als ik mijn fotografie doe tijdens de tandkundige behandeling, houdt in dat mijn tandkundige behandeling op dat moment even wordt gepauzeerd. Het veld wat gefotografeerd moet worden, wordt dan even schoongemaakt om vervolgens een foto te nemen. Uiteraard, een alternatief is filmen. Daarvoor heb ik dan een speciale filmman, een cameraman die de behandeling zal filmen. En daarvan zal ik kijken of we ook één filmpje met elkaar door kunnen nemen. Door de verbinding is het wat lastig natuurlijk om de film vloeiend te laten spelen. Dus het is een korter filmpje. Maar we zullen eens kijken hoe dat zal verlopen tijdens deze webinar. Waar het altijd om draait zijn die implantaten. En eigenlijk gaat er een hele lezing voor de lezing die ik voor u ga geven aan vooraf. Wanneer plaatsen we implantaten? Wat voor implantaten we zouden moeten hebben? En ik denk dat, ja, kunt u een keer langskomen op een andere lezing. Maar wat voor mij altijd belangrijk is, is te beseffen dat implantaten er alleen zijn om tanden te vervangen die missen. Dus implantaten zijn er voor mij niet om gebitselementen te vervangen. Alleen die gebitselementen die verloren zijn gegaan door de jaren heen. Of gebitselementen die dusdanig slecht zijn dat ze niet meer behouden kunnen worden. Dus om te spreken met de woorden van Jan Linden. Implants are only to replace missing teeth and not teeth. En als we dan eenmaal besloten hebben dat een element uitgehaald moet worden, dan gaat er eigenlijk een heel cyclus van dat implantaat aan vooraf. Want we moeten eigenlijk met elkaar een implantaattype gaan uitkiezen die qua design een goed werkend kroon zal meegeven, maar ook esthetisch er goed uitziet. Zorgt voor botbehoud en goede soft tissue eromheen. Naast het design is natuurlijk de planning ontzettend belangrijk. We moeten het implantaat proberen om op de juiste locatie te plannen. En daarbij moeten we ook nadenken over de timing van het implantaat. Wanneer plaatsen we het implantaat na het verwijderen van een element? Doen we dat direct of op een later tijdstip? En als we dat allemaal bepaald hebben, dus het gaat eigenlijk al een hele sessie voor de chirurgie af, kunnen we uiteindelijk naar de chirurgie gaan toewerken. Maar na de chirurgie is het natuurlijk nog niet afgelopen, want we moeten natuurlijk ook gaan nadenken. Gaan we werken met een transitionele kroon om de soft tissue goed vorm te geven en te gaan herstellen in de oude contouren? En hoe gaan we van de tijdelijke of de transitionele kronen naar het definitieve prothetisch werk? Voor patiënten, maar ook voor verwijzers vind ik dat heel erg belangrijk om goed met elkaar af te stemmen op welk moment plaatsen we het implantaat. We kunnen eigenlijk in de implantologie drie momenten onderscheiden. En die drie momenten zijn eigenlijk heel makkelijk. Het is of immediaat implanteren, houdt in dat we het element verwijderen en direct daarvoor in de plaats een implantaat plaatsen. Dat kan in de meeste gevallen wanneer het implantaat voldoende stabiliteit heeft, maar ook dat de breedte, vaak is dat de buccopalatinale breedte van een gebitselement, breed genoeg is om een implantaat vast te houden. Als we dan vanuitgaan dat een gemiddelde socketbreedte buccopalatinaal van een gebitselement in het front bijvoorbeeld rond de 8 mm is, kunt u zich voorstellen dat bij een diameter implantaat met een diameter van 4 mm, we 2 mm of 1 mm botpalatinaal hebben, en 2 mm bot buccaal van het implantaat. Dus bij een gemiddelde socket van 8 mm, waarbij we een brede basisbot hebben, bezelbodem moet breed genoeg zijn,
wat apicaal ligt van de alveolarboom, kunnen we direct in mediaat een implantaat plaatsen. Nou, ik denk dat in mijn dagelijkse praktijk ongeveer 30% van de implantologiecases in mediaat geplaatst wordt. U moet daarbij wel rekening houden dat u in mediaat implanteert met een implantaatdesign die juist wel die goede initiële stabiliteit kan vinden, dus die zich goed vast kan zetten in dat kaakbod, waarna we sneller kunnen gaan belasten, et cetera. Is die kaakbreedte nou minder breed dan die 8 mm, maar bijvoorbeeld 5 mm? Of hebben we heel dun bezelbod, het bod apicaal van de alveolair bod? Is dat te dun? Dan kunnen we wel immediaat een bod, kunnen wel immediaat implanteren. Maar tegelijk met extractie kunnen we die kaak niet breed genoeg uitbouwen als we tekort hebben. In die gevallen is het verstandiger om het element te verwijderen en terug te komen na 6 tot 8 weken. En dat is hier op het tweede deel. Na 6 tot 8 weken krijgen we een soft tissue genezing, maar is het kaakbod nog niet volledig geremodelleerd. In deze fase kunnen we het implantaat plaatsen en direct de kaak breder augmenteren dan die daadwerkelijk was. Dus dat zijn dat is voor mij de keuze of ik het dus immediaat implanteer of immediate delayed of early implant placement na 6 tot 8 weken. Een andere, derde categorie patiëntengroep zijn de patiënten die het gebitselement al langer dan 3 maanden, soms 1, soms 5, soms misschien wel 10 jaar geleden, zijn verloren. Dit zijn de moeilijke gevallen, omdat de kaakresorptie hier al best vergaand is geweest. Dus de delayed implantaat placement, hebben we weinig bot, moeten we vaak een grotere botopbouw uitvoeren. In 60% van de gevallen zijn dat de patiënten die komen naar mij toe nadat het element al is verwijderd. En gaan we eens bekijken hoe krijgen we het implantaat daar waar we het willen hebben. En op welke manier kunnen we op een meest voorspelbare manier de kaak weer opbouwen. Zodat er voldoende breedte bot is om het implantaat vast te houden. En ook op de lange termijn voldoende implantaat bot rondom het implantaat blijft zitten. En dan is er nog één punt natuurlijk. We kunnen direct wel het implantaat plaatsen, maar we kunnen er ook voor kiezen om niet direct het implantaat te plaatsen. En op sommige momenten is het niet mogelijk, ondanks de breedte van het kaakbod, om het implantaat direct te plaatsen. En in die gevallen kunnen we de kaak direct opbouwen na extractie. De zogenaamde socket preservation houdt in dat we een alveolen direct opvullen met een of andere botsubstantie. Dat kan zijn autoloog bot of xenogeen bot. In een later moment, als de kaak breed behouden is gebleven, terug te gaan om het implantaat te plaatsen. Voor mij zijn dat de momenten waarbij ik mij niet veilig genoeg acht om direct na extractie het implantaat te plaatsen. Denkt u daarbij ook bijvoorbeeld aan defecten in de zachte weefsels, verticale wortelfracturen, grote botdefecten, grote apicale granulomen waardoor apicaal van raad geen bot meer is. En natuurlijk, en waar we later vandaag ook even over gaan hebben, zijn de gepneumatiseerde sinussen maxillaris. In die momenten zullen we soms vooraf, voordat de implantaat erin kunnen, een voorbehandeling moeten doen. Dus naast de 3 momenten van het plaatsen van het implantaat, hebben we natuurlijk het moment voor het plaatsen van het implantaat, dus de zogenaamde socket preservation, waarbij we de kaak zoveel mogelijk proberen te behouden. Een mooi artikel van collega Jung uit 2013 laat het mooi zien, waarbij ze natuurlijk hebben vergeleken wat een spontane genezing na extractie van een gebitselement, wat er gebeurt in de mesio-bucco-linguale dimensie van het alveolair bot. En dit was een onderzoek op basis van CT-scans. Zagen ze dat het met name in het coronale deel tot 43% resorptie kan optreden van het kaakbod als we een spontane genezing afwachten. En deden zij een ridge preservation of socket preservation of socket seal. Dan zagen ze dat weliswaar nog altijd enige reductie van het kaakbod optrad, maar wel in significant mindere mate. En vanuit dat oogpunt is het ook de vraag, neem het risico om in deze situatie uit te komen. Ik zal even een andere pakken, want dat is misschien net wat makkelijker. Niet het vergrootglas, maar deze. Gaan we voor, neem het risico om dit
te pakken of kiezen er meer voor om zoveel mogelijk te behouden? Want soms hebben we de situatie van op het linker plaatje. Dan zien we dat na extractie een enorme resorptie van de soft tissue is opgetreden. En als de soft tissue geresorbeerd is, kunnen we natuurlijk vergif op innemen dat het bot daar uiteraard weg is. En dan zijn er best wel wat chirurgische behandelingen noodzakelijk om weer tot een processus te komen die mooi doorloopt met de gebitselementen, waarbij het implantaat op prothetisch juiste locatie is geplaatst. Laten we starten met een eerste case. De patiënt werd naar mij verwezen met het verzoek of ik implantaten kon plaatsen in een frontregio. Nou had de patiënt hier natuurlijk een vaste constructie, maar inmiddels gebruikte de patiënt deze als een uitneembare constructie, want de hele brug was losgekomen en hij plaatste het een beetje vast. We zien eigenlijk al direct dat we een soft tissue defect hebben hier in het front. Deze twee elementen zijn natuurlijk al langere tijd afwezig, waardoor we geen interdentale papillen hebben. Kijken we verder, dan zien we met name een flinke zwelling in zachte weefsel zitten, apicaal van de 1-3, waarbij we 1, 2, 3 fistels kunnen tellen. We zien al enig pus uit de 1-3 komen en hetzelfde geldt voor de 1-2. Gaan we deze elementen eerst verwijderen en we laten spontaan genezen, dan kunt u zich voorstellen dat ik hier een soort boogvormig defect zal krijgen waarbij de hele soft tissue zal gaan inklappen, waardoor het voor mij later heel lastig wordt om dit weer mooi te reconstrueren. U kunt zich ook voorstellen dat ik mij hier niet helemaal senang bij voel om direct mijn implantaat te plaatsen. Want A, in het midden heb ik niet voldoende bot. In het mesiale deel en in de twee distale delen heb ik verticale radixfracturen, pussende alveolus, veel rotting. En dat zal de volgende foto wel duidelijk maken. Dus in dit geval kies ik er dan liever voor om de elementen te verwijderen, maar tegelijkertijd een botopbouw uit te voeren, om zoveel mogelijk wat ik hier heb te behouden. Sterker nog, ik kan zelfs proberen om te behouden wat ik met name hier in de 2-1 deel en de 1-3 deel heb, maar tegelijkertijd kan ik misschien proberen om dit deel wat hier mist wat meer te gaan opbouwen. Wat heb ik gedaan? Ik heb heel voorzichtig de twee wortelresten verwijderd. Ik heb de extractiealveolen zo goed als mogelijk gecurateerd. En ik heb besloten om een vrij gingivetransplantaat, een bindweefseltransplantaat met een deel geëpithelialiseerd weefsel in het middeel te plaatsen om de kaak te verbreden. Dus de volgende stap is een tunneling procedure, dus een tunneling in het zachte weefsel, waarbij het zachte weefsel los wordt gemaakt van het periostium, waarbij het zachte weefsel dus echt loskomt. Dus daardoor wordt een tunnel gecreëerd tussen de twee extractiealveoles. En dat ziet u hier op het linkerplaatje heel goed. We gaan hier doorheen en uiteraard maak ik dit deel hier ook zo vrij als mogelijk. Bukkaal hadden we natuurlijk de verticale radixdefecten. Dus ik zal daar met een resorbeerbaar collageenmembraan moeten werken om de zachte weefsels buiten te houden. Anders krijg ik zachte weefsels ingroei in de botpartikels die ik in die extractiealveolus wil plaatsen. Dus hierdoor maak ik, om dit te kunnen bewerkstelligen, plaats ik de membranen bukkaal na tunneling van zachte weefsels uiteraard, plaats ik bukkaal van de botdefecten. Ik klap de collageenweefsels naar buiten toe. Hier ziet u wat we hebben. Ja, dus hier zat de verticale radixfractuur aan de zijkant. Twee weerszijden heb ik nog wel voldoende bot hier zitten. En vervolgens breng ik hier een xenogeen kunst botpartikels aan. Dit is een xenograft van Osteobiel uit Italië. Dat is een calciumfosfaat met 10% collageen afkomstig van varkens. Die plaats ik in beide extractiealveoles. Zoals u hier kunt zien. U ziet, het mengt zich al een beetje met dat bloed, waardoor het wat roder kleurt. De presentatie loopt even wat vast. En dan hebben we hier het
vrij gingivatransplantaat die ik heb geoogst uit het palatum. U ziet de dikte. En doordat het een vrij gingivatransplantaat is en niet een subepitheliaal gingivatransplantaat, zien we dat de kwaliteit van het bindweefsel in dit deel erg vrij uitziet. Er zit niet zoveel vetweefsel aan, wat we normaal gesproken zien als we een subepitheliaal bindweefsel pakken. Het middeel, dat wil ik eigenlijk onder de zachte weefsels plaatsen. Dus dit deel de-epithelialiseer ik. Dat doe ik door een scalpel recht erop te zetten en het epithelweefsel ervan af te schrapen. De twee zijdelen, die komen natuurlijk, moeten die grafts gaan bedekken en gaan beschermen gedurende 14 dagen, waardoor het botgraft gecollageniseerd kan worden door het lichaam zelf. Zo ziet het erop. Dus vooraf meet ik natuurlijk de lengte uit hoe die goed op zijn plek kan komen. Vervolgens, middels hechtingen, ga ik hierboven onder de graft door. Pak ik de graft, ga ik met mijn hechtnaald helemaal hier naartoe. Pak ik de graft en trek ik hem eronder door. Wat dit als resultaat geeft. Ik zeg er altijd heel eerlijk bij, dit is absoluut geen makkelijke behandeling om te doen. Het is echt even zoeken met je naald. En het is ook handig om een grote en bredere naald te hebben. Even zoeken met de naald en af en toe goed die soft tissue weg te drukken en de bindweefseltransplantaat eronder door te trekken. Nu zit de bindweefseltransplantaat op zijn plek. Neem ik even een slok water als je naar de volgende foto's kijkt. En vervolgens is het gewoon een kwestie van de boel in elkaar hechten met allerlei hechtingen. Maar we zien dat de kaak direct al wat verbreed is en al natuurlijk al iets meer naar apicaalmaat te verplaatsen is. Ter bescherming hecht ik nog een steriel stuk handschoen in, zodat de wond onder de wond optimale bescherming krijgt, ook vanuit de mondholte. En dan is dit het resultaat na ongeveer een week of vier. We zien een rustige kaak, nog wat genezing van de kaakopbouw die ik al hier heb uitgevoerd. We zien een verbreding van de kaak die nu beter doorloopt en verticaal ziet het er ook goed uit. En na 3 maanden hebben we hier toch een kaak waar we wat voorspelbaarder nu de implantaten kunnen gaan plaatsen. Dus dit is de situatie na 4 maanden. Wist je nog dat we hier een flinke indeuking hadden? Dit is de emergence profile van de 2-1. De 1-1 en de 1-2 die hadden hier een flink defect. En hier missen we het element. En nu begint het feestje natuurlijk pas. En nu gaan we kijken hoe we de implantaten gaan plannen. En dan vraag ik altijd, het liefst wil ik altijd iemand vragen uit de zaal. Hoeveel implantaten moet ik in deze situatie plaatsen? Zijn het 2 implantaten? Of moet ik er hier 4 gaan plaatsen? En wie heeft het goede antwoord? We kunnen allerlei antwoorden hierop verzinnen, maar geen enkel antwoord is het juiste. Want in principe moeten we nu gaan kijken wat we willen gaan maken. Waar moeten de kronen komen? En vervolgens moeten we dat combineren met nieuwe CMCT-scan om te kijken hoeveel bot is er apicaal van de kroon waar we de kronen willen hebben. En op basis daarvan kan ik een implantaat gaan plannen. Dit was nog eens de beginsituatie. Hier zijn we na 4 maanden naartoe gegaan. We kunnen 2 implantaten daar plaatsen. We kunnen ook 4 implantaten in het midden plaatsen. Waarbij we natuurlijk wel altijd rekening moeten houden met de minimale afstand tussen 2 implantaten. En de minimale afstand tussen een gebitselement en een implantaat. Dus misschien kunt u deze vragen voor uzelf nu beantwoorden. En dan geef ik nu het juiste antwoord. We willen liefst 3 mm tussen 2 implantaten in hebben. En 1,5 mm tussen een implantaat en een natuurlijk element. De volgende stap is dus eigenlijk niet gaan implanteren, maar een opwas. Een opwas naar waar willen we naartoe gaan werken. En dit kunnen we analoog doen of uiteraard digitaal. De wereld wordt steeds digitaler en dus ook de tandheelkunde. En vanuit deze situatie wil ik eigenlijk gaan kijken. Hier wil ik mijn kronen hebben. Ik match deze situatie over een CMCT-scan heen. En dan wil ik kijken waar ik het beste mijn implantaten kan plannen. Dus ik zet hier een STL-faal
combineer ik met een DICOM-file. Dus de STA en de CVCT worden samen gecombineerd in een softwareprogramma. En vervolgens kijken we op welke locaties de juiste implantaten kunnen komen. Het is in deze slide misschien wat lastig te zien, maar ik heb de keuze voor u gemaakt. Op basis van de scan merk ik dat, dat de kaakbreedte bij de 1-2 te weinig is. En bij de 2-1 hebben we nog een botdefect zitten. Hoe komt dat botdefect nou? Dat komt waarschijnlijk omdat de ontstekingsweefsel zowel in het kaakbot zat als in het periost. Dat probeer je zo goed als mogelijk weg te tunnen, maar soms blijft dat deel nog zitten. Nadat we daar dit bot op hadden, komt de ontsteking gewoon terug. Je ziet het zelfs soms rondom implantaten die in ontsteking zijn gezet, dat niet goed weggehaald is, dat na verloop van tijd een fistel ontstaat en een apicale radiolucentie rondom het implantaat bij de apex van het implantaat. Dat betekent niet dat het implantaat avitaal is geworden en de endodontische behandeling uitgevoerd moet worden, maar juist dat daar een ontsteking wel eens blijven zitten en die ontsteking moet nadien wel weggehaald worden. Dus op basis hiervan hebben we een planning gehad van de 1-3 en de 2-1 om die implantaten daar te krijgen. In een softwareprogramma bekijk ik dan of ik de implantaten ook prothetisch in de juiste positie kan krijgen voor verschroefde kroon. Want dat heeft altijd mijn voorkeur. En deze pagina, deze foto vergroot het wat meer. We zien dat we de implantaten goed in bot kunnen krijgen. We zien hier zo de opbouw die we hebben uitgevoerd, de behoud van de kaak, maar de kaakverbreding eigenlijk als het ware. En we zien ook dat we de implantaat 1-1 er goed in kunnen krijgen. Dit alles wordt dan vervolgens digitaal gepland. De lezing loopt even vast, maar dan kan ik weer even mijn water drinken. Daar is die dan. Dus de digitalisering zet ik dan over de bestaande situatie in. En dan is de vraag, hoe krijg ik dan mijn implantaten precies daar, zodat ik ook gelijk mijn prothetische structuur erop kan zetten? En dat is natuurlijk uiteraard een makkelijke vraag. Zo'n behandeling moeten we guided gaan doen. En guided is niet hetzelfde als het werken met een boormal. Een boormal is eigenlijk een soort referentieplaats waarin gaatjes zijn geboord, waarbij we het gebruiken als referentie tijdens het plaatsen van het implantaat. Guided surgery daarentegen kun je zowel dynamisch als statisch hebben. Het dynamische laat ik even achterwege. Maar een statische guided surgery, een statische boormal, houdt in dat een boormal geplaatst wordt, deze, op gebitselementen. En dat elke boor, inclusief het implantaat, door deze guide wordt geplaatst, zodat de guide elke boor, maar ook het implantaat, dwingt om daar te komen waar we gepland hebben. Dus de boormal moet het implantaat vasthouden. En systemen zoals die van Straumann of Nobel, die eerst de osteotomie prepareren met hun guided surgery mal, om vervolgens uit de vrije hand het implantaat te plaatsen, dat is niet guided surgery. Want je krijgt niet het implantaat daar waar je het exact hebben wil. Hoe komt dat? Bot is flexibel, dus het implantaat wordt altijd geduwd naar de zijde waar de minste weerstand is. Dat is ook de reden wanneer we een implantaat door zo'n mal plaatsen, dat die ontzettend vast komt te zitten in de driver van het implantaat, ontzettend vast komt te zitten in die mal, omdat het implantaat een andere kant op wil dan dat de mal het wil. En daardoor ontstaat er frictie in die mal, waardoor we soms met moeite de driver eruit krijgen, maar het implantaat zit dan wel op de juiste locatie. Hoe gaat deze kaas dan in zijn werk? Ik zet twee semilunaire incisies om het weefsel naar de bukkaal te klappen, want ik wil zoveel mogelijk gekerenseerd weefsel behouden. Ga eens even nadenken, denk ik. Daar komt die. Dit zijn speciale boordjes die gemaakt zijn voor een boormal. Ik heb deze alleen even voor de foto laten zien, maar in principe gaat de guide erop en alle boren gaan door de guide heen. Ja, dus dit is de guide en de boor gaat er maar liefst 13 mm in. Dat is een 4-13. De volgende boor is een 3,3 13 mm implantaat.
slides gaan nu iets trager, merk ik. Ik hoop dat het. Ja, daar gaat hij. Dus de osteotomie wordt uitgevoerd door deze kleine openingen, waarbij een voorzijde een klein gleuf is om te laten zien welke kant ik uitga. En beide implantaten worden dan geplaatst door deze mal heen. Doordat we eigenlijk ook door de boormal heen boren, krijgen we hele nauwe osteotomie. Deze osteotomieën zijn veel kleiner dan wanneer we ze uit de hand uitvoeren. Dus de frictie van het implantaat is altijd ontzettend hoog, hoger dan in de klinische situatie wanneer we het zelf plaatsen. Dus het is vaak aan te bevelen om de osteotomieën net iets breder te boren dan gemiddeld. De implantaten gaan met als drivers erin. En deze drivers die bepalen zowel de eerste diepte van het implantaat en vervolgens de hexpositie. U ziet de groene markering en die zwarte lijntjes die zorgen voor de diepte van het implantaat, dat alles in de juiste positie staat. Voor ik uiteraard kan bepalen of ik mijn implantaat direct kan belasten, is het van belang of de implantaten stabiel genoeg in de kaak staan. Initiële stabiliteit is niet hetzelfde als de implantaatstabiliteitsquotient. De initiële stabiliteit is puur de frictie die een implantaat geeft rondom het bot. Vervolgens wil ik met een ISQ-waarde de implantaatstabiliteitsquotient opmeten. Dat doe ik met een ISQ-meter, dat is een soort stemvork moet fungeren voor een speciale houder die in het implantaat wordt geplaatst. En daarmee wordt een trilling teweeg gebracht waarbij de nauwkeurigheid bij de houvast van het implantaat met het bot wordt weergegeven. Dus hoe steviger het implantaat in het bot zit, hoe hoger de waarde en hoe rustiger of hoe minimaal houvast het implantaat in het bot is, hoe lager de waarde. Op basis van deze waardes kunnen we bepalen of het implantaat direct belast kan gaan worden of dat we twee fasen moeten werken. En hier ziet u dat boven de 75 ISQ-waarden gaan we ervan uit dat de ISQ-waarde hoog genoeg is en kunnen we het implantaat direct gaan belasten. Ik heb twee tijdelijke, tweedelige brugjes gemaakt. We zien een klein diasteem in het midden. Houdt in dat de implantaten qua hexpositie nog niet perfect staan. Want deze hebben ook een hexpositie om te controleren of ook zowel de hexpositie correct is van het implantaat. Na het iets doorschuiven van het implantaat krijgen ze wel op de goede locatie. Beste toehoorders, er is iets gebeurd met Irfan Abbas' verbinding. Hij is op dit moment offline. Dat is erg jammer, want we vonden het een hele mooie en ook interessante lezing. Maar we gaan proberen de verbinding zo gauw mogelijk te herstellen.
Wellicht is het interessant om nu al wat vragen te stellen door middel van de mogelijkheid om dat op te schrijven. Dan kan Gerard, dan kan Irvan daar straks zich op voorbereiden en antwoord geven. We gaan nog even met de verbinding aan de slag. Tot straks.
Ja. En dan weer terug. Zo doet hij het weer. Ja, hoort iedereen mij weer? Volgens mij wel. Zo gaan we weer goed. Ik was gebleven bij een aantal botwanden. Dus we kunnen eigenlijk een boteffect hebben waarbij we vier banden nog hebben staan. Zoals de eerste foto. En dan kunt u zich voorstellen dat het plaatsen van een botmateriaal daarin, de twee, vier wanden, alle botcelletjes goed alle botpartikels goed bij elkaar houden. De botpartikels niet bewegelijk zijn, waardoor een makkelijke en snelle integratie van die botpartikels kan plaatsvinden. Het wordt natuurlijk wat lastiger op het moment dat we meerdere banden missen. In dit geval missen we drie banden en een buccale wand moeten we hier ook gaan opbouwen. Dus dat maakt het al net wat gecompliceerder. Op het moment dat we twee of één wanden hebben, dan zullen we toch moeten werken met een rigide hartmembraan om ook onze botpartikels vast te houden. Dus de één- en tweewandige defecten die zijn een heel stuk lastiger te behandelen dan de drie- en vier-defecten. Dus dat is het eerste. We moeten natuurlijk ook gaan kijken wat voor botmateriaal we gaan kiezen. We hebben autoloogbot en van oudsher was dit altijd de gouden standaard. Autoloogbot is osteo-inductief, osteo conductief osteo en geeft osteogenesis. Dus een snelle genezing van een bot. Maar het nadeel van autoloogbot is dat het ook resorbeerbaar is. Om met de woorden van professor Araújo te spreken. Wij implanteren ook niet met resorbeerbare implantaten. Waarom zouden we alleen met resorbeerbaar bot augmenteren? Dus we maken eigenlijk vaker een combinatie. Een allograft is humaan bot van andere mensen. Wordt in de Verenigde Staten veel gebruikt. In Nederland is de verkrijgbare kwaliteit van allograft een stuk lager. Dus van oudsher is de cultuur eigenlijk in Europa dat we meer de xenograft botcellen gebruiken. Dus vaak bot uit het potje, calciumfosfaatcellen van bijvoorbeeld runderen, wat bio-osmaterialen zijn, of van osteobio. De genos, wat van varkensproducten afkomt. En als vierde groep hebben we natuurlijk het synthetisch bot. Uit onderzoek blijkt toch wel dat de gouden standaard op dit moment niet alleen het autoloogbot is, maar een combinatie van autoloogbot en xenogeen bot. In sinussen en kleine botten bouwen zouden we ook gewoon af kunnen met alleen xenogeen bot dat we alleen uit een potje kunnen krijgen. En dan hoeven we niet een tweede wond te creëren bij onze patiënt. Als derde is het de keuze van het membraan. Als we kleine defecten hebben, kunnen we uit met een collageen
resorbeerbaar membraan. Dat is een goed membraan dat na een week of 6 tot 8 een barrièrefunctie heeft voor de zachte weefsels. Hebben we de grotere botdefecten, waar we eenwandig of tweewandig defect hebben, zullen we toch meer moeten kijken naar de rigide membraan. Bijvoorbeeld een titanium mesh die we vast kunnen schroeven op de implantaat. Of bijvoorbeeld een hard PTFE membraan met een titanium skelet die je goed kunt vormen. Of het gebruik van autoloog botblokken. Het voordeel van deze laatste drie is dat ze heel rigide zijn, vastgezet kunnen worden en als het ware een nieuwe box creëren. Dat zien we heel duidelijk bij deze. We hebben een eenwandig defect en door het plaatsen van een botblok bukaal ervoor creëren we eigenlijk een nieuwe box waardoor het teruggaat naar een vierwandig defect. Dus het is een keuze daarin van hoe meer wanden we missen, hoe meer een rigide bottenbouw we moeten hebben met het membraan. Dan is de vraag, wanneer gaan we eerst augmenteren en dan een implantaat en wanneer doen we implanteren en augmenteren tegelijk? Nou, voor mij is het eigenlijk heel makkelijk. Op het moment dat ik geen grote ontstekingen, granulomen in het kaakpot heb, een zachte weefsel intact, plaats ik het implantaat, als ik het implantaat met een goede initiële stabiliteit kan plaatsen, doe ik direct de kaakverbreding. Op het moment alle andere momenten, als ik maar genoeg initiële stabiliteit kan verkrijgen, kies ik voor de botopbouw tegelijk met implantaatplaats. Dit is zo'n situatie waarbij een flink boteffect in het front aanwezig was, waarbij ik het implantaat heb geplaatst met een rigide titanium membraan die vast wordt gezet op het implantaat zelf. Wat was de klinische situatie? De patiënt miste element 2-1 al langere tijd. Er was een flinke resorptie al ontstaan. En wat we ook al zien is wat flinke 2-3 mm recessie bij de buurelementen. Het lastige is als we hier flink gaan snijden dat de soft tissue verder omhoog gaat trekken en dat we nog grotere recessies kunnen creëren. Ik heb besloten om deze situatie natuurlijk ook eerst goed te plannen. En dan zien we ook op basis van planning, als we eerst een element uittekenen, prothetisch moet hier het element komen, dan zien we dat we naar palatinaal wel heel wat bot hebben, maar hoe verder ik het implantaat naar palatinaal zet, hoe verder weg ik ga van de ideaal prothetische situatie. Dus eigenlijk moet het implantaat in het buccale deel van het bot geplaatst worden. En dan zien we, heb ik een wit lijntje getekend, dan wil ik ongeveer 2 mm kaakverbreding genereren, buccaal van het implantaat, om prothetisch goed uit te komen. Dit is de beginsituatie. En als we dan ook naar een occlusale foto kijken, zien we een enorme deuk, buccaal van het implantaat. Ah, daar komt die. Dus dit deel moet dusdanig geaugmenteerd worden dat het bijna gelijk loopt met de buurelement, zowel de harde als de zachte weefsels. Ik probeer mijn chirurgie bijna altijd hetzelfde te doen. Houdt in dat ik intracirculaire incisies plaats. Maar op het moment dat ik tussen twee elementen door moet, als ik door de papil heen moet snijden, probeer ik juist een flap te maken waarbij de papil zoveel mogelijk bespaard wordt. En als de slijt het doet, dan kunnen we naar de volgende foto. En hij loopt nu wat langer vast dan gemiddeld. Maar voor mij weer een kans om een slok water te nemen. Daar gaat hij, als het goed is. Daar is hij. Ik maak een intracirculaire flap, mid over de crest heen. Intracirculaire flap en hier ga ik niet door deze papil heen, want dan heb ik af en toe kans meegemaakt dat ik dan papilverlies krijg. Ik ga door de basis van de papil heen, intracirculair met een ontspanningsincisie naar distaal toe. Waarbij we dan na het openen van de flap het volgende kunnen zien. Als die mee wil werken. Het zijn wat grotere foto's die per slide erop zijn gezet, dus ik denk dat die daarom iets trager verloopt dan we zouden willen. Ja, dat nog een beetje vast. Als ik misschien nog een keer klik, doet hij dan iets. Ja, daar is hij. En dit is na het openen van de flap. En dan zien we dat we hier de basis van de papil behouden blijft. En hier de indeuking van het kaakbot hebben. Hij loopt nog even een beetje vast. Hij denkt nog even na.
Kasper, ik begin nu een beetje traag te worden. Kunnen we daar iets aan doen? Of moet ik gewoon nog een keer klikken? Misschien als ik hem even pauzeer. Start hem even opnieuw weer op. De volgende keer moeten we maar gewoon weer in een zaaltje afspreken. Dan weten we zeker dat alles het goed doet. Even kijken. En dan doen we iets een beetje centraal in het land. Kijk, daar gaan we weer. Hij is aan het nadenken. En we zijn nog even aan het wachten. Nou, wat ik als eerste doe na de flap is het mobiliseren van de flap. Want als we een bottenbouw doen, je kunt je voorstellen als dit de kaak is en ik moet de kaak tot hier gaan verbreden, dan moet de soft tissue daarna weer gesloten worden. En dat doen we met een incisie in het periost, waarbij het zachte weefsel los wordt gemaakt van het periost, zodat die er overheen gehecht kan worden. En door deze incisie al hier. Van hier pak ik één incisie. En dan moeten we niet te diep gaan snijden, een oppervlakkige incisie in het periost. En dan proberen we twee zachte weefsels uit elkaar te trekken. Zoals de volgende foto duidelijk laat zien. Dan zien we dat het soft tissue veel meer naar beneden gaat. En op dit moment wil ik me eigenlijk niet richten op het plaatsen van het implantaat. Ik wil vol geconcentreerd bezig gaan met de harde en de zachte weefsels opbouw. Maar ik wil wel direct het implantaat plaatsen. Dat doe ik dan ook. Minstens een guided situatie. Ik plaats de guide, dan is het 3 keer boren door de guide heen plaatsen van het implantaat. En dan kan ik me weer focussen op de kaakopbouw. Het metaalmembraan die vast wordt gezet op het implantaat ziet er dan als volgt uit. We hebben het implantaat zelf. We hebben een klein abutmentschroefje die in het implantaat wordt geplaatst. En daarop komt dit titaniummembraan. Die dusdanig gedesigned is dat er altijd 2 mm botbuccaal van het implantaat kan komen. En hij heeft een openingje bovenop, waarbij dit schroefje in dit abutment wordt gedraaid en daarmee het titaniummembraan wordt vastgehouden. En zo ziet het eruit als we alles met elkaar verbinden. Nou, het opstarten heeft Keynote goed gedaan, dat gaat nu weer wat sneller. Het implantaat is dan gereed voor plaatsing na de osteotomie die ik heb uitgevoerd middels de boormal. De guide surgery, het is een statische boormal. Onthoud dat goed. En hier is het implantaat buccaal. Zien we dat we behoorlijk moeten augmenteren. We zien dat het implantaat in de juiste volgorde van lijn van occlusie loopt. Iets palatinaal van de lijn van occlusie. En nu gaan we een paar extra dingen toevoegen om een zo goed mogelijke bottenbouw te verkrijgen. Want we hebben al gezien dat we met combinatie van autoloog en xenograft bot heel goede resultaten kunnen verkrijgen. Maar dat zouden we ook kunnen doen door bloed van de patiënt af te tappen en daaruit eigenlijk het fibrine deel en de witte bloedplaatjes te scheiden van de rode bloedplaatjes. U kent misschien wel de PRF-bot. En door dat te mengen met xenograftbot krijgen we al dat we veel meer groeifactoren in die bottenbouw kunnen krijgen. En het tweede deel is dat we ook APRF, een soort membranen, kunnen maken van het fibrine deel. Hier gaat dan een dekseltje op dat je dan helemaal plat drukt en wat de wondgenezing erg ten goede komt. Het fijne van het sticky bone is dat de botpartikels heel mooi bij elkaar worden gehaald. Je krijgt een compact bottenbouw, buccaal van het implantaat. En als we dat vanuit de occlusie bekijken, vanuit de occlusale foto bekijken, dan zien we hoe mooi dit is. Degene die vaak een bottenbouw hebben gedaan, u merkt af en toe dat die korrels echt overal naartoe vliegen. Ze zijn statisch. Als we ze aan willen brengen, dan gaat het een beetje naar links, een beetje naar distaal, een beetje naar de mondholte. Door juist te mengen met dat fibrine wordt alles goed compact bij elkaar gehouden. En dan kun je het in één keer zo eigenlijk erop zetten. Vervolgens breng ik natuurlijk het membraan aan. Je ziet, ik kom wat tekort aan de distale zijde, want de bottenbouw. Hier zit het goed. Hier kom ik nog wat tekort. Dus daar overheen plaats ik dan een collageen membraan. Dit is het occlusaal beeld.
De Eigen-membraan, de titanium-membraan, is dus dusdanig gedesigned dat we altijd 2 mm naar bokant gaan met het membraan om dit deel 2 mm bot in het meest coronale deel voor het implantaat te creëren. Het collageenmembraan plaats ik eroverheen en met een periostale hechting wordt dit dan vastgehouden en daaroverheen komen de PRF-membraan. Er is altijd wel wat discussie of je het PRF-membraan direct over de botopbouw heen zou kunnen doen, omdat er wat groeifactoren in zitten. En volgens de wetenschap zijn we nog niet zo ver dat we het alleen als een membraan kunnen gebruiken, omdat de groeifactoren ook de zachte weefsels kunnen stimuleren om in die botopbouw te groeien. Dus ik denk dat er altijd nog wel een barrièrefunctie nodig is. En deze membraan met name fungeren als versnelde wondgenezing van de hele situatie. Ik vind het een soort van lijmfibrine, letterlijk, onder je wond plaatsen. Middels één hechting diep bucaal wordt de hele wond in de juiste positie getrokken. En dan is het gewoon een kwestie van de boel hechten om het goed gesloten te krijgen. Daar gaan we. En met heel wat hechtingen is de situatie gesloten. Het draait altijd om natuurlijk na afloop hoe de wondgenezing verloopt. We kunnen de mooiste plaatjes laten zien, maar als vervolgens de wondgenezing niet correct verloopt, krijgen we de grootste dehiscenties. Dus ik laat de patiënten altijd met 1 week terugkomen. Na 1 week hebben we altijd een soort wittig beslag op de weefsels. Die zijn dan enorm hard aan het genezen uiteraard. We zien wat zwelling van de soft tissue, daardoor hebben we hier kleine elementen. Maar na 4 weken zien we dat de zachte weefsels redelijk gestabiliseerd zijn. We zien de verdikking van de zachte weefsels die nog dikker zijn door het PRF-membraan dan wat ik normaal gesproken voor elkaar krijg met een bindweefseltransplantaat. En de recessie die hier zat, is hier nu ook bedekt. Hetzelfde geldt voor het bekaaldeel. Hij loopt nog niet 100% door, maar net ging hij hier naar binnen toe. En op dit moment gaan we ongeveer daarheen. En dan de voor- en nafoto's, uiteraard nog even te vergelijken. Dan zien we duidelijk dat door het gebruik van het PRF-membraan, de soft tissue normaal gesproken zakt. Had ik deze operaties niet gedaan met het PRF-membraan, waarvan ik er heel wat in mijn eigen portfolio heb, zien we dat die weefsels verder terug gaan trekken na een week of 4. En dit is op het moment 6 weken en dan zien we dat de weefsels erg stabiel blijven. Hoe werkt dan het PRF-membraan? Zal ik u ook nog even laten zien als we toch bezig zijn. Maar dat zijn weer wat grotere foto's, dus ik ben benieuwd of u dat gaat pakken. Anders sla ik dat deel even over in de lezing. We hebben op dit moment nog 30 mensen die aanwezig zijn, dus u bent erg dapper. We zijn al iets langer bezig dan normaal, maar wat mij betreft kunnen we natuurlijk gewoon even doorgaan. Kijken of die lang moet nadenken hoor. Dus in principe voor de chirurgie moeten we het goed plannen op het moment dat we met PRF-membranen aan de slag willen. Dus vooraf wordt de buisjes klaargelegd. Ik heb 2 plastic buisjes waarbij de stollingscascade wat langer duurt en 6 buisjes waarbij de stollingscascade wat sneller gaat verlopen. En dan zit ik weer te wachten op de volgende foto. Dat loopt even vast. Hij is even de foto aan het laden volgens mij, om vervolgens naar de volgende foto te kunnen. Maar daar zit gewoon even wat vertraging tussen. Nou, dan moet u die maar even te goed van mij houden. Want als ik hier even uitga, sla ik die foto's even over. Want die zijn gemaakt door een cameraman. Misschien dat ik wel naar een filmpje toe kan gaan. Wat nou daadwerkelijk echt die sticky boom en die membranen kunnen doen met een wond. Dan gaan we kijken of we een filmpje kunnen afspelen. Nu doet het niks meer bij mij. Ja. Perfect, sla ik deze even over. Gaan we even kijken of we wel het filmpje kunnen afspelen. Ik ben benieuwd.
Kijk, ja, daar gaat het filmpje. Kunnen we allemaal het filmpje goed zien? Ze maken een incisie op de kaak. En dit is een sinuslip waarbij ik vooraf wat bot verzamel middels een Ausdal botverzamelaar. En in de sinus, want we gaan zo dadelijk naar de sinus dan eindelijk toe, maken we een luikje met een piezo, waarbij je nu een beetje vastloopt. Nou, u ziet het al, dames en heren, we moeten gewoon echt een keer gaan afspreken. Kan de webcam, blijkbaar moet ik de webcam even uitzetten. Dan ziet u mij even niet meer. Is dit de webcam? Hoe zit de webcam? Kijk of hij dan wel weer doet. Daar gaan we. Ja. Dan maken we met een piezo een luikje in het kaakbot. En met die piezo ga ik nooit helemaal door het corticaalbot. Doordat ik het erg verzwak, kan ik het laatste deel er zo uitwippen. En hier ziet u natuurlijk een venen lopen die aan de binnenkant van de wand van de sinus loopt. Die wordt dan voorzichtig verwijderd en dan wordt de sinuslift uitgevoerd. De botmaterialen zijn al eerder gemengd met injectable PRF. U ziet, ik werk heel vaak guided, waardoor ik mij niet hoef te concentreren op plaats van de implantaat, maar meer op de bottenbouw. En dit is al sticky. Je kunt het hele potje omdraaien, er gebeurt niks meer. Alles blijft goed bij elkaar gehouden. En de sticky bone proppen we dan voorzichtig in de sinus die gelift is. En u ziet hoe mooi het allemaal bij elkaar blijft. Het is één brok gemengd bot wat heel fijn werkt voor een implantaat. De implantaten die worden vervolgens ingedraaid middels de guide. En dat is erg belangrijk. Implanteren zonder guide is niet guided surgery. Dat gaat alleen middels het plaatsen van een speciale boormel. En dit is, vind ik, hartstikke mooi. Door het gebruik van die piezo, dat ik een heel dun luikje heb gecreëerd, kan ik het luikje wat ik eruit heb gehaald gewoon weer terugplaatsen. Dus ik heb een stuk overloopbot. Dan collageen die ik in dit geval ook even vasttek met zo'n tekapparaatje. En daar overheen gaan de PRF-membranen om de wondgenezing zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te bespoedigen. En dan kunnen we de boel gaan dichtmaken. Nou, ik hoop dat het filmpje voor u goed zichtbaar was. Bij mij liep die erg vlot, maar of dat bij u ook zo is, dat weet ik dan natuurlijk niet. Ik zal even de webcam gewoon uitlaten, want misschien gaat dat gewoon wat sneller. Dit is het apparaat eigenlijk waarmee we het doen. We nemen buisjes bloed af van de patiënt. En vervolgens wordt het gecentrifugeerd. In het verleden hadden we platelet-rich plasma, maar daarvoor moesten dan anticoagulanten in de buis zitten, waardoor de kwaliteit wat lager werd. Vervolgens kregen we platelet-rich fibrin, de PRF's, en die zijn dan gemodificeerd naar leukocyte advanced injectable PRF's. Die rode die worden eigenlijk niet meer zoveel gebruikt, die kunt je eigenlijk wel vergeten. Het enige wat wij het meest in de implantologie gebruiken is de advanced platelet-rich fibrin, de APRF. Wat eigenlijk die membranen zijn die u zag. En de andere zijn de injectable PRF. Na scheiding van de rode cellen met het fibrine en de witte bloedplaatjes wordt dat eruit gezogen. En dat wordt dan gemengd met dat kunstbot, waardoor we een soort sticky bone krijgen. Dus die twee advanced en injectable APRF en IPRF is iets wat u moet onthouden. En dit is in principe wat we willen verkrijgen. Natuurlijk het PRF deel. Dit is wat we willen hebben. En de rode bloedcellen die worden eigenlijk naar beneden gecentrifugeerd en die hebben we dan niet nodig. En op basis van onderzoek zien we dat dat in het verleden wel goed werkt. De LPRF op basis van systematic review en meta-analyse zien we dat de LPRF's wel een echt significant effect heeft op onze bottenbouw en de weefselgenezing. Dan gaan we hier. En dan, als laatste deel van deze lezing gaan we het hebben over de sinusbodemedervatie. En ik heb mijn lezing dusdanig opgebouwd dat u eigenlijk moet proberen te onthouden dat het allemaal om een box draait. Dus we kunnen het makkelijk regenereren als we vierwandig defect hebben. Driemaal raden hoeveel wanden een sinusbodemedervatie heeft, of een sinus heeft, nadat we het membraan van Schneider hebben geëdiveerd. Exact. Het is weer gewoon een kubus die we daar creëren, een vierwandig defect. Dus van oudsher werd ook heel veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van botvorming na botopbouw in een sinus. Want het is een
plek was redelijk gemakkelijk te regenereren. Soms we krijgen van vier kanten uit regeneratiecellen, botcellen, die een nieuw bot maken in die sinus. En het doel van een sinusbodemelevatie is natuurlijk dat we bot in de sinus gaan creëren, dat we osseointegratie, het ingroeien van het implantaat in de sinus hebben en dat het bot ook onder functie stabiel blijft. De anatomie herkent u allemaal wel, denk ik. We hebben meerdere sinussen, frontaal, etmoïd, de maxillaire, natuurlijk ook de neus, wat meet met de ademhaling, dus de maxillaire sinus is daar ook onderdeel van. En de functie van de sinus is met name natuurlijk om het gewicht van de schedel te verminderen, maar ook om mucusproductie en het vochtig maken van de ingeademde lucht en dergelijke te hebben. De sinusbodem. Wat we eigenlijk doen met de sinusbodem is een luik maken aan laterale of crestale zijde om het membraanversnijden omhoog te brengen, om weer die kubus te creëren waar we botmaterialen in kunnen plaatsen. Dus dat kan met een laterale methode of een crestale methode. Een crestale methode houdt in dat we van de crest de lift uitvoeren en dit gat kunnen we dan uiteraard het beste afsluiten door daadwerkelijk het implantaat te plaatsen. Het andere is natuurlijk dat we van de zijkant die botmaterialen inbrengen en als er voldoende bot is om stabiliteit te verkrijgen, kunnen we ook direct het implantaat plaatsen. Waar ik altijd veel van heb geleerd van de bottenbouw is van collega Samuel Lee uit de Verenigde Staten. En ik heb zijn klassificatie hou ik altijd in gedachten dat ik een sinusbodemelevatie moet doen. En zijn advies was, ja, hebben we breed een brede kaak, maar wel ongeveer 6, 7 mm om de sinus. Waarom zouden we dan nog een sinusbodemelevatie kunnen doen als we ook weten uit onderzoek dat we met korte en brede implantaten een heel eind kunnen komen? Zijn advies was om in die situaties een kort en breed implantaat te plaatsen. Hebben we dan een situatie waarbij we breed maar superlaag weefsel hebben, waarbij we eigenlijk niet voldoende bot hebben om het implantaat te plaatsen, ga dan voor een kristaal approach of een lateraal approach. En ik heb dat voor mijn dagelijks werk als implantoloog een beetje gemodificeerd. Ik ben eigenlijk uitgegaan van inderdaad, als we een klasse 1 hebben, dus een hoge kaak en een wijde kaak, dus iets meer dan 6 mm met een breedte van 12 mm, ga ik inderdaad zelf ook voor dat korte implantaat. Dit is een 5 mm implantaat net onder de sinus en naast een normaal implantaat. Heb ik de situatie dat ik eigenlijk een iets meer botte, maar een smalle kaak, dan probeer ik een crestaal lift te doen. En alle andere kaken die enorm uitgezakt zijn, waarbij ik heel weinig stabiliteit kan vinden vanuit de crestale lift. Want u moet zich wel natuurlijk realiseren, op het moment dat we crestaal gaan liften, moeten we de osteotomie best breed maken. En kunnen we later, is het lastiger om normaal een smal implantaat te plaatsen. Met name in de klasses waarbij we al een dunne sinuswand hebben. Dus ik ga altijd uit van als ik minder dan 4 mm heb, ga ik voor een laterale lift. En als ik meer dan 5 mm heb, probeer ik het of crestaal te liften, of ik plaats een kort implantaat. Dan laat ik u nog drie casussen zien. De eerste casus zien we twee vijfjes afwezig van twee zes hier onlangs verwijderd. Op basis van de combi hebben we een smalle kaak met hier ongeveer 5 mm breedte en hier ongeveer 4 mm breedte. En ik heb hier dan gebruik gemaakt van de Densaboren. De Densaboren kunnen ook een crestale sinusbodemelevatie uitvoeren, omdat de boren in een tegenstelde richting draaien. Dus wat ze doen is, we draaien in een tegenstelde richting, waarbij het bot wat we aan het boren zijn niet wordt weggenomen, maar juist gecompacteerd wordt naar het bot toe. Maar hetzelfde kan ook zijn natuurlijk voor de sinus, waarbij het bot juist de sinus in wordt geduwd. En in principe zien we aan het filmpje waarbij we in een gel een speciale vloeistofstroom kunnen teweegbrengen, zien we wat er gebeurt als we zo'n Densaboor net boven de sinus plaatsen. Dan krijg je een vloeistofstroom waarbij de membraanversnijder vanzelf gelift wordt. En dat hebben we niet in een situatie waarbij we een normale boor in de klokrichting gaan draaien. Dus dit is de situatie die u net heeft gezien op de CT-scan. We hebben hier een edentate kaaksituatie met ongeveer, wat zal het zijn, 6 mm breedte.
Ik maak eerst mijn smalle osteotomie en de truc is eigenlijk om het membraan pas te perforeren met een brede boor. En dat is ook logisch, want hoe smaller de boor is, hoe groter de kans dat het membraan geperforeerd wordt. Want hoe kleiner de oppervlakte van het instrument, hoe hoger de puntbelasting is. En hoe breder de boor, hoe lager de puntbelasting is en de minder kans is op membraanperforatie. Op deze foto zien we hier duidelijk het membraan versnijden zitten en al hier ook. En vervolgens, nadat ik die boor heb gebruikt, hoef ik alleen maar de botmaterialen voorzichtig in deze kristallen openingen te plaatsen. En dan zien we dat de sinus omhoog wordt gebracht en het deel gevuld wordt. Hier loopt zelfs nog een septum in de sinus. Zodoende loopt deze niet als een boog door, maar zien we twee een soort paddenstoeltjes, alsof er een soort atoombom van botweefsels ontploft in de sinus. Maar het blijft wel mooi homogeen. Dus op basis van deze röntgenfoto kan ik zien dat het allemaal bij elkaar blijft. De vraag is natuurlijk altijd, wat doe je als je je perforeert? Daar kom ik straks natuurlijk even op terug. Ik meng mijn bot altijd een beetje met metronidazol. Dat geeft wat antibioticum. Geeft natuurlijk wat minder bot anaerobe bacteriële vorming in mijn bone graft. En er zijn twee Enrich implantaten die ik dan precies in die osteotomie indraai. En is dit de situatie nadat de implantaten geplaatst zijn. Dit is autoloog bot en dit deel is nieuw gevormd, kristaal gelift kunstbot, wat dan in een maand of zes omgezet kan gaan worden in nieuw bot. We hebben de ISQ-waardes gemeten die hoog genoeg zijn en dit is de goede. Dus dat is dan de kristalen lift. Voor de lateraal lift kunnen we eigenlijk moeten we een opening maken aan de zijkant. Nou, ik heb al één casus laten zien waarbij ik het heb gegooid op een piezo-opening. Het andere is natuurlijk dat we met een trepaanbor kunnen doen. Ik denk dat ik nu al naar de trepaanbor ga. Met de trepaanbor doen we eigenlijk hetzelfde als met een piezo, alleen doordat het een trepaan is, wordt de opening eigenlijk al vanzelf gemaakt. En dan is altijd de vraag, hoe groot moet de opening zijn van een lateraal luik? Moet die 7 mm of 5 bij 10 of 15 bij 15? En mijn antwoord is zo groot als nodig is, maar ook eigenlijk hoe kleiner de opening, hoe makkelijker het is om de wond goed onder controle te houden. Met goede sinusliftinstrumenten is altijd een goede lift wel mogelijk. Dus de vraag is, kiezen we voor een piezo-opening waarbij we een grotere opening maken of gaan we toch voor een kleinere opening? Ik zal even doorgaan naar de volgende case, want anders komen we wel een beetje in tijdnood denk ik. Even door naar deze casus hoe de trepaan werkt. Als die het doet, ja, daar zijn we weer. Dit is een casus, 2,5 en 2,6 waren al een langere tijd afwezig. We hebben een brede kaak, maar we hebben heel weinig bot onder de sinus. Dus ik heb weer een intracirculaire incisie gemaakt met een ontspanning aan mediale zijde. Een ontspanning aan mesiale zijde, omdat dat toch wel een heel stuk makkelijker hechten is dan wanneer je hem distaal plaatst. En na opening pakken we een trepaanboor en die dan met tandjes heeft tot ongeveer 0,5 mm. Dus we boren hier eigenlijk in, maar we gaan natuurlijk nog niet naar het membraan toe. Als we door het luik heen zouden gaan, scheurt het membraan natuurlijk direct uit. Dus we blijven daar iets vanaf. Je ziet hem hier al een beetje doorschemeren, hier wat meer. En vervolgens wip ik dat botstukje uit de zijwand van de luik. En doordat die daaruit gewipt wordt, blijft het membraan daaronder volledig intact. Ziet u, hier zijn die tandjes niet in geweest. Hier is nog een bot over. Dat haal ik weg met een beetje diamantboor. En dan heb je hier een intact membraan. Het liften van de membraan is altijd heel belangrijk dat we echt alle richtingen uitgaan. Liften moet tot aan de palatinale wand van de kaak gebeuren, want anders krijgen we maar een halve lift. Dan is natuurlijk niet de bedoeling. Nadat het gelift is, bescherm ik wel het membraan en dan maak ik mijn osteotomie op de prothetische juiste positie. En dan plaats ik in dit geval uit een spuitje xenograftbot van MP3 van het merk Osteobiel. Eerst het botmateriaal. Waarom? Hoe krijg ik mijn botmaterialen palatinaal van mijn implantaat als ik eerst mijn implantaten zou plaatsen? Dat lukt dus niet. Daardoor vul ik eerst de wand zoveel mogelijk op. Ik heb dit deel nog open. En wanneer ik de implantaten indraai, dan duwt hij een deel van het bot aan deze kant. En vervolgens vul ik het laatste deel ook op met kunstbot. Ik zorg dat ik alles goed compact aan elkaar aanstamp.
En opnieuw, zoals u met die vorige kaas al zag, ziet u dat ik die potwandjes die ik uit heb gehaald zoveel mogelijk wil bewaren. In deze plaats ik dan nu weer terug. En vervolgens plaats ik nog een collageen in en wordt de boel gesloten. Dit is de lift direct naar chirurgie. En dat heb ik gedaan met een hele kleine opening. Alleen hier, met het goede sinuslipinstrument kunnen we best groot liften. Maar doordat de opening heel klein is, is de operatie veel beter behapbaarder voor de chirurgie. 6 maanden postoperatief hebben we hier mooie botvorming. Ik meet altijd even de ISQ-waarden bij een tweede fase om te kijken of ze goed stabiel zijn ingegroeid. En ik kan hier een tweede fase uitvoeren met 2 healing abutments. En ik hoef eigenlijk maar 1 hechting te plaatsen of misschien wel zelfs geen hechting. Bespaart me weer een hechtmateriaal van 5 tot 10 euro. Hangt vanaf welke u zelf aanschaft. Als laatste, ja, we hebben eigenlijk 3 complicaties die het meest voorkomen tijdens een sinusbodemenopatie. Natuurlijk het scheuren van de membraan, wat altijd vervelend is. Bloeding en we kunnen ook een kiest in de membraan hebben. Wat doen we bij een scheuren van de membraan? Hechten van de membraan, dat zie je, lukt mij nooit. Dat zie ik nooit echt zitten, dat collega's dat gaan hechten. Want volgens mij wordt de scheur dan alleen maar groter. Het membraan is geen ballon. Houdt in dat als we er 1 keer prikken, hij ontploft niet. Er komt alleen een scheur. Wat ik dan doe, is eigenlijk meer bot eromheen weghalen langs de scheur. Dat eigenlijk de membraan weer goed zichtbaar is. En dan ga ik gewoon door met mijn lift. Dan blijf je een opening houden. En daar plaats ik of een membraan, of tegenwoordig met PRF kun je daar ook een PRF-membraan tegen plaatsen. Omdat dat ook natuurlijk goed hecht aan het plakdraad. Het andere is als we een scheur krijgen tijdens een crestale lift, dat merk je dat de druk wegvalt van het plaatsen van botmateriaal. Dus je bent je botmateriaal crestale plaatsen en poef, u voelt geen druk meer. Nou, dan kunt u er wel vergeef op innemen dat er een scheur is ontstaan in het membraan. En dan kunnen we hier niet meer verder gaan. Is het noodzakelijk om alsnog die lateraal luik te maken, lateraal te liften, membraan onder het membraan van Schneider te plaatsen. De botbouw af te maken en dan kunnen we alsnog direct het implantaat plaatsen. Ik vind het zelf altijd heel erg teleurstellend voor de patiënt als ik de ballen niet kan afmaken die we vooraf hebben afgesproken. Natuurlijk, als het niet kan, dan kan het niet. Maar ik probeer altijd wel er alles aan te doen om de chirurgie verantwoord, maar wel juist af te maken voor de patiënt. Soms als we bezig zijn, krijgen we enorme bloedingen. Dat komt omdat we daar een arterie hebben lopen, maar dat is wel een arterie die vanzelf uiteindelijk stopt. Het is een ending branch, zoals het zo mooi heet. Dus uiteindelijk, patiënt bloedt niet dood, uiteindelijk stopt hij. Dus ik zou gewoon doorgaan met de chirurgie. En als laatste is natuurlijk, wat doen we met een kiest in de membraan? Als we echt een kiest in de membraan zijn, is dat niet een contra-indicatie. Sommige collega's zeggen, dan stuur ik hem door naar de KNO-arts. Ja, wat doet de KNO-arts dan? De KNO-arts, die maakt hetzelfde als u. Als wij dat doen, die maakt ook een opening. In de sinus, alleen vanuit de neus. Als wij daar toch moeten zijn om implantaten te plaatsen, doe ik liever gewoon een normale sinuslift. Vervolgens steek ik een holle naald in het membraan van Schneider om alle pus of een kieste uit het membraan te zuigen. En vervolgens ga ik gewoon door met mijn lift, want het gaatje, de perforatie die ik heb gecreëerd is gewoon heel klein, dus ik kan daarna gewoon doorgaan en maak ik mijn behandeling gewoon af. Patiënten hebben vaak hierna ook gewoon een redelijke betere afvoer van de neus. De ademhaling gaat allemaal gewoon een stuk makkelijker en simpeler. Ik heb verder niet echt heel veel vragen gekregen. Ik zal even kijken of ik hier dit beeld weer kan aanzetten. Ja, daar ben ik weer. Ik ben iets langer doorgegaan dan eigenlijk gepland. Maar ik vind het heel erg fijn dat nog 28 van de 33 waarmee we aanvankelijk zijn gestart zijn gebleven. In principe is dit een klein onderdeel van mijn lezing. Ik kan er nog veel meer over de implantaatdesign, hoe de implantaat moet plaatsen, prothetische implantaatplaatsing en ook de prothetiek, hoe we die op implantaten kunnen maken. Geef ik allemaal lezingen over. Daarvoor kunt u mij natuurlijk bezoeken op een van de lezingen die ik dit jaar zowel in Nederland als in het buitenland geef. Of we kunnen uiteraard met het COM misschien nog een keer afspreken om hier nog wat over te spreken. Ik heb verder geen vragen meer gezien, afgezien van mensen die in paniek raakten dat ik even offline was. Nou, ik ben er gelukkig weer. Fijn dat u erbij was. En als er verder geen vragen zijn, dan denk ik dat we zo kunnen gaan
Afsluiten. Oh ja, en uiteraard keurmerk onafhankelijke mondzorg. Prachtig instituut. Lees er meer over. Ik denk dat collega Hans Beekmans daar een mooie beroepsorganisatie heeft neergezet waarmee we met z'n allen goed kunnen werken. Oké, als er geen vragen zijn, dan ga ik gewoon afscheid nemen. Tot een volgende keer. Ik hoop u snel weer te zien op een lezing waarbij ik u wel één op één direct tegen u aan kan praten. Tot de volgende keer. Dankjewel, Ervan. Ik heb genoten van je lezing en waarschijnlijk de andere 28 ook. Getuige het feit dat ze tot nu toe aan het beeldscherm zijn blijven hangen. Je hebt echt een hele mooie, diverse lezing gehouden met alle aspecten die je in de implantologie kan tegenkomen. En ik weet dat je nog veel meer verrassingen voor ons kunt toveren. Dus we verheugen ons weer op een tweede lezing van je. Daarbij is ook een verzoek aan de toehoorders of zij ook interesse hebben of iemand kennen die voor het COM een webinar wil geven. Daarnaast wil ik degene die interesse hebben erop wijzen dat we bezig zijn met een transitie van het COM van tegen datgene wat de NZA ons voorschrijft, naar voor wat wij voor de patiënten kunnen doen. We gaan daarvoor nog een bijeenkomst organiseren. Dat zal in juli worden. Daar hopen we natuurlijk nog meer deelnemers of aanstaande deelnemers van het COM te ontmoeten. Die krijgen daar nog over te horen. En op 5 oktober hebben we een speciaal COM symposium. Daar komen Jappe Buys, Erik-Jan Muts, Lotte Merenboer en Ronald Muts laten zien wat de toekomst is van de tandheelkunde. Nogmaals, Ervan, hartelijk dank voor het feit dat je deze mooie webinar hebt willen geven. En deelnemers, hartelijk dank voor jullie aandacht en tot de volgende webinar.